Hallo, ik ben Ninon van Schuttenzadels en hier voor mij heb ik de Wool Comfort Pads. Naast natuurlijk een goede pasvorm is natuurlijk de kwaliteit ook heel erg belangrijk. Laten we met de pasvorm beginnen. Mooi hoog uitgesneden, dat ook voor paarden met een wat hogere schoft de pad goed blijft liggen. De onderkant is van wol en de bovenkant is van of een wolmix of van katoen in een ruit of in effen. Door deze opening, dus een ritsopening, kun je een basisinlage plaatsen van een halve of een hele centimeter dik. Hier voor me heb ik een halve centimeter als basis. Kun je meteen ook weer even goed de uitsnijding zien. En in deze pad heb ik de centimeter. Ook de basis is van een wolkwaliteit, wolvilt. Dat dus heel goed warmteregulerend is en ventilerend voor het paard. Dat ten opzichte van bijvoorbeeld een gelpad of iets wat van katoen is gemaakt. Het is dus ook een comfortpad. Dus als bedoeling is als meer drukverdeling rechtstreeks op de rug of tussen het jabrak en het zadel. In deze opening kun je dus gewoon alleen het pad gebruiken met de basisinlagen een halve of een centimeter wolvilt, maar daar kunnen ook inlages in worden geplaatst voor de achterkant of voor de voorkant. Ook deze inlages zijn weer met twee verschillende diktes uitvoerbaar. Een halve centimeter of een hele, voor of achter. Via diezelfde opening is het dus mogelijk om die op de plek te schuiven wat nodig is. De meeste pads die hebben een naad voor de vakjes, maar omdat hier al een wolvilt in ligt, ik kan het even beter zo laten zien, een wolvilt in ligt waar ook een wolvilt weer opkomt, dat hecht al heel goed aan elkaar. De goede. Waardoor je hem ook heel precies kunt neerleggen waar je denkt dat het voor je paard goed nodig is. Wat meer naar voren, wat meer naar beneden. Het hecht zichzelf op elkaar. De vorm van de wol voegt zich heel goed naar de vorm van het paard. Dus hij zal ook steeds meer zijn afdruk aannemen. In dit geval heb ik er dus een achterkant in zitten. Het ritsje zit in het midden. Die kun je ook goed wegstoppen, zodat het ook voor het paard natuurlijk niet voelbaar is. Hij komt in het midden van het kussen. Van het kussenkanaal te liggen. Dit is het in het zwart. Met de wol achterkant, onderkant, serge noemen we dat. En die is ook in bruin verkrijgbaar. En ook wit. Met een ruit, bruin of zwart-wit. De Natural Wool Comfort Pad is dus heel geschikt als basispad. Of met inlages om te corrigeren. Zodat het goed het zadel uitgebalanceerd is.